Oh ja, goed. Maar ik wilde ook op soft. Ik niet. Nou, ik heb toch 5 keer niet op soft gesteken. Wat is dit? Start hier in z'n 2. Die is schakel van de aangedaan. Ah, oh, jongens! Oh. Nee. Maar. Dat gebeurde vorig jaar ook al. Kan, bro. Ik weet niet wie het was, man, bedankt. Ja, ik heb ervan geleerd vorig jaar, ik heb lekker achtergebleven. Ik kan die ook niet inhalen. Zo, er komt een vonken vanaf van die auto's van jullie. Het scheelt er niet veel mee, boy. No! Nee, ik krijg een beetje kans. Pas erop. 4 seconden. Ik raakte hier niet, toch? Ik kon hem gewoon nooit ontwijken. 4 seconden. Het zeggen. Ik had gewoon volle bak gestuurd. What the fuck? Oh, slowing down. Oeps. Ja, ik kreeg 4 seconden straf omdat ik die gasten niet kon ontwijken. Ah, nee man. Ja, die hadden niet veel ruimte om te ontwijken. Nee, nee, ik was helemaal klaar. Ik kon helemaal niks. Kom maar voorbij, kom maar voorbij. Thanks. Oh, yo, 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 yo. Oh, ik wou hier niet botsen. Ik ging vol in het gras. Door. Ik stuurde in voor de bocht, nam van de bocht en ineens om. Dat stond nog een muurtje. Kan ik er wel langs, chief? Je hebt tijdstraf. Oh, god, jongen. Ik neem je. Ja, ik kon niet rennen, ik reed naast de baan. Oh, nee, wat een begin. Oh, weer nog goed. Ja, maar had naar de kloten. Ah, en een hele dikke penalty. Ah, jongen. Kut. Ja, dat is echt. Waarom bleef jij niet op de racing line? Ja, omdat jij daar al zat. Dus ja, dan ga ik ook. Ja, dan ga ik er toch buiten langs. Daisy raakt jou niet, toch? Maar toen ging je ineens naar buiten. Omdat de buitenkant de racing line is voor die boel. Ja, dus je ging op de racing line. Gewoon rechts om niet. Ik zat links, ik denk jij gaat rechts om inhalen, zodat je gewoon de racing line kan blijven. Vier seconden.
Zonder penalty. God damn it, man. En een kapotte auto. Ook op dit rechtstuk, man. Doe even normaal. Kom links voorbij, Koos. Ja. Het laatste. Dat is echt niet normaal, man. Ja, 4 seconden is wel erg lang, hè. Ja, maar ook op deze street. Het is echt zo'n gigantische street. Het is niet eens mijn schuld. Nee, je verliest erachter. Hey, sorry, dat moet je kunnen sorteren waar je aan het hebt. Dat zal wel chill zijn. Koos, ik weet niet of je nog achter me zit, maar ja. Ik heb daar een penalty, dus ik ga rechts rijden. Ja, graag. Kun je links voorbij. Thanks. Yo. Altijd als iemand me inhaalt, dan ga ik mis in. Zo. Fuck. Deze, even kijken hoe ver zit je achter me. Ik heb de muur geraakt. Ach, kom op, tik je tegen de muur. Dan krijg je al 2 seconden erbij. Ja, ik heb net de anderhalf voor echt een kusje. Yes. Ja, je bent echt snel de lul, hoor. Ja.
DC, ik ga rechts rijden. Kom ook aangevlogen, Sander. Thanks. Waar is onze weerman van vorige week? Ja. Die is van zweten. Ja. Nee, kut. Ze zijn ook wel breed op deze baan, hè? Ja. Het is vooral een heel smal baantje. Daisy, wat gebeurt daar, joh? Geen commentaar. Oh, kut. Pas op, kom eraan, kom eraan, kom eraan. Ja, ik blijf rustig. Zo knap, ik heb schade zonder penalty. Wow. Ach, ja, daar gaan we fucking voorsprong alweer. Oh, dit is nog een eerste bot, zie ik. Erg schade met boy? Ja. Frontkant, rechts voor en rechts achter. Ja, dat is wel direct naar binnen. Ah, je ook nog niet, dus. Shit. Dwars staat niet meer. Alles naar de klote, jongen.
Oké, ik zit achter je. Ja, ik ga toch de pits in, dus kom maar zomaar voorbij. Bij mij is alles rood. Dokter. Het is wel warm. Ja. Dat Dankjewel, principe ouwe. Appreciate it. Dus weet ik nou zo erg of het regent het nou echt? Ik voel het letterlijk druppen in mijn headphone, man. Een blauwe vlag. Nee, op de kant moet. Duidelijk. Wie zit daar achter mij dan? De eerste. De tweede. In ieder geval, je ligt er bijna. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Oh. Jezus Christus. Er is ook geen ruimte om uit te wijken verder. Nee. Als je nu het rechte stuk op gaat, dan ben ik het. Ja, nou kom maar. Je gaat nu met de penalty snijden, denk ik, hè? Ja. Ja, ik ben erbij. Ik ben al bijna bij de bocht, maar ik ben al af het remmen. Toppetje. Dankjewel. Ik ga 300 hier. Oh shit. Ja, ik wist het niet. Yep. Ik heb een stuk over bij je. Kom maar, kom maar. Dat was een flinke tikstuk. Wat zeg je? Ja, ik voelde hem niet, hoor. Je bedoelde die vlam achter mijn auto. Nee, het leukte hem redelijk in de muur op mijn scherm. Hoor. Nee. Een beetje Kom maar links voorbij, wie er ook achter mij zit. Dick Daisy.
Fuck. Pas op, Sander. Pas op, Sander. Fucker. Ja. Oh. Holy shit, dan ben je ook in één keer drie plekken kwijt. Ja, hier zit dicht achter elkaar, daarom heb ik ook echt zoiets. Pas op, pas op. Holy shit. Ja, als je hier geen vlag hebt, moet je. Het is wel een dingetje. Is dat connected hier? Ja. Het kut is gewoon, die schade kost me gewoon twee ronden, twee seconden per ronde. Ja, man. Ik heb hetzelfde. Dan ben ik maar gepist, want... Nu is hier achteraan, boven de berg. Wow! Wow! Ik schreeuze. Wow! Ik was echt uit het niks gewoon in één... Oh, sneu joh. Ik was hem in één keer helemaal kwijt. Ja. Hoe is vol, maar weinig. Geen straf. Sure. Zit nog achter me, zit nog achter me. Ja. Godverdomme. What the fuck is dat? Ja, 3 seconden penalty. Komt er naar hoor. Ik verlies zoveel op het rechte stuk. Ik heb medium. Zeg de hard, dat is wel lekker. Snow is nu al aan binnen. Ja, ik denk dat je auto een poeier had. Medium zou ik niet nu al naar binnen gaan. Nou, dat zag je lekker op tijd. Ja, ik verlies zoveel tijd, man, door die schade. Ja, het is super kut. Ja. Nou, lekker pitstoppie. Met de hoofdpijn, Matthijs. Bezig. Jammer. Jammer. Ik kom links heel hard. Hoor daarvan.
Tuurlijk. Dankjewel voor die follow-up, Peladonet. Ja, typisch ding gaat de muur in. Dat kan niet de bedoeling wezen. Veel schade. Ja, dat had ik al. Met die schaduw. Kut zo, man. Weer die kut penalty door gewoon even een klein tikkie. Opgeven, man. Zeker niet hier. Ja, maar ik heb al zoveel fouten gemaakt, man. Dat is... ik ook. Letterlijk niet, terwijl ik pits in rij. Hoe meer je oefent, hoe beter je hoort. Ja, ik ben al wel wat beter geworden, maar... Ik hou er niet zo lang vol. Meestal dus kan ik goed rijden en daarna ga ik ermee. Ja, dat is trainen. Dat is oefenen. Gewenning. Ja. Ik heb ook niks geoefend van tevoren. Dat is nog achter je achter. Je bent gewoon al goed van jezelf. 15. Oh, ik ben niet zo goed toch? 14. Ja, ik speel dat spel nu net pas 2 weken. Ja, we gaan wel mee. Ik heb een penalty gekregen uit de fucking pitstraat. Wat? Ik rijd de pitstraat uit en ik heb een penalty. Even moet je graag. Geen over de streep. Hij heeft hem afgesneden bij de ingang waarschijnlijk. Zit daar naar bij. Geen idee, toen zei hij niks in ieder geval nog. Nee, die krijg je inderdaad pas als je dan de pit uit. Matthijs en Lobby rijden voelt wel een beetje hetzelfde als Formule 1 rijdt met Verstappen die meedoet. Ik heb bijna een minuut voor op de rest van het verhaal. Zelfs met koppen. Ja. Wat heb je voor pillen geslikt, Matthijs? Waren voor pillen? Ja, ik ga hem ook gewoon reporten na deze match. Ja, ja, doping. Speed, denk ik. Ik hoor iets rammelen aan de auto. Dat kan niet goed zijn. Ja, ben je af, boos. Kanonnen, jongen. Wat voor. Jongen. Met 1,5 seconde sta je al stil bij je penalty lijn.
ook net. Snow is nog maar 11, Matthijs. Oh fuck, het gaat ook echt donker worden. Yep. Dan komen die muren nog dichter op je af. Anders is het niet moeilijk. Anders is het niet moeilijk genoeg. Nee, precies. Als je daar over bent. Ben je helemaal kruin? Ja, dat is eigenlijk kruin. Dat is ook een harde vechter hier, hoor. Vecht met stuur. Moet jij nog pitten, Mad Boy? Ik heb een schade. Oh, zo. Hij moet sowieso nog compound wisselen. Echt wel donker. Ja, mij ook wel. Ja,
brightness omhoog zetten. Is veel licht in de kamer hier nog wat? Ach, fuck off man. Fucking time bonuses. Time bonus? Time penalty. Ja, was er maar een time bonus. Je krijgt hem ook bonus, toch erop? Ik ben niet blij mee dan. Nee. Zo, maar rechtsachter die was echt bijna helemaal op. Dat is altijd een probleem. Kom maar voor lang. Wat doe jij? Want ik sta hier gewoon te chillen, ik op mij langs gekleed. Blastfire. Ging je ook iets harder de bocht? Ja, ik laat. Ik had het bochtje gezien. Hoe kan het dat het bij Koos nog liggen is en bij mij is het donker? Zit de stream snap. Zit je gewoon even stiekem die lijnen te checken van Koos waar je hem kan pakken? Oh man. Ik snap ook dat je altijd in de muur staat, joh. Ja, ik ben te veel aan het kijken. Ja, je hebt er altijd. Ik heb net even die crash terug zitten kijken, want er ging wel mee. Die rechte stukken zijn best lang. Zo, 1%. Lekker man. Ik zag iedereen al dichterbij komen op die map. Ik denk, godverdomme, allemaal plaatsen kosten voor dat tankje zien. Mijn bril is godverdomme beslagen, man. Ja, ik kom even zweten. Wat gebeurt daar, Blastfire? Ja, ik ben helemaal afgeleid, joh. Ben je ook naar Koos het kijken? Ik denk dat al die viewers zijn, het zijn eigenlijk gewoon allemaal. Allemaal andere namen, allemaal. Ja. Hey Alucard, thanks for the follow. Wat? Er zit alweer een gas achter me, kom maar voorbij. Wat iets verder. Ja, sorry, ja, dat was een beetje een lomp. Maar weet je, als ik hem op autoplay zet, dan, of hoe het de autodrive zet, dan rijdt hij jullie ook in de weg, dus ik moet toch zelf. Wat? Er bestaat iets als een autodrive? Ja, als je pauze drukt, dan gaat hij zelf rijden. Is wel heel langzaam, hoor. Heel snel. Ja. Nou ja, door de bocht, want de rechte stukken gaat gewoon vol gas. En dan schakelt hij ook gewoon goed in de. Het is nu wel bij mij ook heel donker hoor. Ja, maar nu pas, want bij mij is het op dit tijd zo. Bij mij is het alweer licht. Je hebt je PlayStation op een andere tijd zonder te zeggen.
Hij heeft een lamba gemaakt. Jij zit in Australië, zeg. Dat was allemaal toch? Ja, dat was verkeerd gedaan. Oh, yes. Australia. Australia. Throw another croc on the barbie. Croc? Fucking Steve Irwin. The crocodile hunter. Oh shit, sorry. Come on. Fat Daisy wants to pass me in the corner. I see some more headlights coming up from behind me. The real dangerous headlight! Yeah. Oh boy, here they come! It's Matthijs, it's a real dangerous animal! Steve Irwin, impersonation of racer. Now what I'm gonna do is gonna shift my gear into gear 3. Gonna take this corner in 100 kilometers an hour. Klinkt wel meer Brits dan Australisch, moet ik zeggen. Yeah, yeah, you're right, mate. My Australian accent's not that good anymore, is it? Ja, vroeger toen ik nog jong was, was ik altijd veel met Engelsen en Schotten aan het praten. En dan kon ik op een gegeven moment kon ik dat accent heel goed nadoen en dachten ze altijd dat ik gewoon Engels was. Vroeger. Goh. Maar nu heb ik een Poolse vriendin, die praat niet zo heel goed Engels, dus nu ben ik zelf ook heel gebrekkig Engels gaan praten. Ja, dat... Ja, dat ga je automatisch ga je dat doen, dat is heel stom. Beetje zo'n Yoda tafereel, weet je wel. Mm, to the closet you go, hè? Tering, ik zie echt niks, man. Welkom bij de club. Ja, we zijn al 10 minuten te rijden, man. Met lappen aan de buik. Ja, die heb ik aan. Koos is de host, hè. Koos is de host, die heeft advantage. Ik vind het belangrijk stuk best wel eng, man. Dat bocht je ziet rechts, gewoon hè? Niet waar de bocht is en zo. Nee, daarom. Laatste moment ineens zo curb. En ik heb een knik zo. Hoe? Het begint alweer ietsje lichter te worden, heb ik het idee. Ja, zo langzaam. Misschien dat ik gewoon aan ben. Ja, ik ben rechts. Ik geef vandaag gewoon de snelste ronde. In het donker. Lekker. Rennen wat de trippen van de sterren. Ja. en die staat in de achtergrond. North Cop. Hoeveel staat er nummer 3 voor me? Help nou even, ik kan niks zien, geen tijden of niks. Ah, ik zit 13 seconden voor je. Oh, dan pak ik je nog. Mr. VR, hè? Ja, dat is wel het enige nadeel. Tijd, denk ik. Je kan die ook niet op de cockpit erin zetten. Heel warm. Ja, mistig. Zweet hoofd. Moe ogen. Nee, dat heb ik gelast. Ik heb alles weten of hebben. Ik heb nu snel weer ingehaald, Piet. Nee, krijg je geen last van je ogen? Nee. Nou, dat is wel anders. Nee. Ik heb dat met de Quest 2, heb ik dat wel als ik dat lang doe. Nee. Nou, heb ik ook gelast. Die heb ik ook. Blijf deze. Het is wel fijn zonder kabels. Nee, ik doe het alleen Formule 1 racen en Corsa met kabel. Ah, oh, en je PC of wat? Ja. Ja. Ik heb het alleen voor het VR racen. Heb je die dure kabel gekocht van Oculus zelf? Ja. Yeah. Ja, want ik had zo'n goedkope geprobeerd, maar die werkte niet. Nou, nah, die was ook €50, maar die deed het niet.
Ja, ik had daar dingen over gelezen. Ik denk, wel doorzien helen, dan hoef ik me daar niet druk om te maken. Ja, ik vind het wel belachelijk dat die 100 euro kost. Dus... Ja, een kabeltje. Ja. Maar dat werkt dus wel goed met die kabel. Ja, werkt perfect. Want ik doe het elke keer via dat streaming. Ik weet even niet meer hoe het heet. Dan stream je zeg maar je computer naar je scherm. Naar je VR. Op zich werkt dat ook wel, maar het is niet het meest stabiele. Ik moet wel zeggen, ik ben echt sinds het donker ben ik echt gaan struggelen, man. Ja, het is echt lastiger, hè? Ik en een seconde of zo. Ja, ik krijg het niet voor elkaar. Normaal enkele andere circuits maakt niks uit, maar jippel. Nice blend. Ja, zo voelt het bijna. Ik heb vooral dat ik het minder grip lijkt te hebben in die bochtensecties, dat ik daar gewoon minder risico durf te nemen. Ja, dat is natuurlijk koudere baan natuurlijk ook, hè. Nou, want Thijs, kijk maar uit, want 2 seconden naar je toe gereden. Dat best wel verkeerd mee tegen. Ik heb net 17 dus. Wat? Auwe hoer. Leuk plekje te lezen. Ja, de douche in. Ja, ik heb om 7:30 met mijn kinderen gedoucht. En dan kan je daar ook weer. Ja. Hetzelfde als mij. Kijk, de zon komt toch wel op. Bij mij nog niet. Als je de laatste bocht van die bochtsectie uitkomt, dan aan de rechterkant van het lange rechterstukje. Bij mij. Die kreeg je zo vertellen, zo. Nee, ik heb de cheatcodes aan. Ja, ik zie hem ook hoor. En wat is hij mooi? Rechts van me. Die koperen vloeg. Die gouden knoepert. Ik ben wel benieuwd of Koos hem kan zien, want dan zou het weird zijn als je niet zou kunnen zien dat er echt verschil tussen zit. Wat moeten we zien? De zon. De zon. De rest van stad is dat zo is. Ja. Als je het rechte stuk opkomt, dan is hij rechts. Sterren. Ik zie hem ook. In theorie zou voor iedereen dezelfde settings moeten zijn. Ja, maar bij ons was het er straks ook donker en bij Koos nog niet, dus dat klopt ook. Nee, daarom. Ja, het lijkt maar wel alsof de shit niet in sync is, dus. Nee, dat is ja, wel precies. Ja. Misschien gaan we wel exact dezelfde ronde af, maar is het gewoon niet in sync. Zit je in de Matrix? Ja, misschien gewoon door lokaal de PS5 gerenderd in plaats van dat een server in is. Oh ja, dat zou ook kunnen, ja. De meeste technische praten die je uit me gaat krijgen, maar... Zo, ja, maar dat is wel... Dat klinkt wel logisch. Ik begreep hem al lang niet meer. Vond het wel een logisch. Mag ik nog wel een shit straks?
Komt u maar. Veel eerder. Aan dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Dat ook even. Ja. We leren. Dat je lijkt om bij hem uit te steken. Ja, ja. Train station. Voor die follow. Was op de baan die wat winnen in één keer. Ik hoop dat het niet coaching trend is. Ik kan me de vorige race op deze baan nog even. Oh ja. Ja, dat was wel kut, hè? De laatste rondes was er ook, hè? Ja. Ja, dat was echt een van de laatste rondes inderdaad. Nice and last. Dankjewel. Ja, kak. Ik weet niet in de bocht te stukken. Simbi en Snowy, wat is er daar gebeurd tussen jullie? Verdomme. Snowy of ging een chicane bovenop de heuvel rechtdoor. Pas van de chicane neemt. Is dat de snellere lijn? Dat is de snellere lijn. Anders dan neem ik hem vanaf nu ook zo. Dan moet hij weer de pit in. Nee, ik moet ook weer de pit in. Ja, die van mij ook. Die van mij ook nog 6 rondes. Straks was ik het oefenen, maar ik wist niet waar jullie de benzine gebruiken op hadden gezet. Had ik die op de helft gezet, was mijn tank dan 1 rondje. Oh my god. Dat was er bijna. Ik heb even rustig gaan, man. Als je zo doorgaat, dan ben je eigenlijk met een minuut voorsprong. Wat gebeurt er? Ik moet nog Verstappen daar dus even. Oké, even. Kaks. Verstappen we nog met 30 seconden, dus doe een beetje rustig. Dat is normaal. Overtaking is prohibited. Nice. Ja, ik had geen penalty opgeleden op de zet gegeven, Matthijs, deze race. Hij heeft het hele gat dicht, kut zo even remmen. Vind ik niet erg. Nee. Hebben jullie al wel licht op? Nee, ik ben langer na niet, man. Het is steeds wat donker van die bocht. Ik weet het goed achter. Dat is chill. Met deze stap was ik kampioen op niet met snel seconden. Zijn? Het eerste stand, als het zo blijft, beter kan. Volgens mij wel, ja. Ja, moet wel. Want... Gaat hij zo doen, hoor. Ben ik toch al kampioen. Nee, deze man, hoor. Zal je stoel dubbel checken, die oud, in augustus, naar Duits?
Dankjewel, Alucard. Yo. Je mag ook gewoon aan de kant een beetje zacht rijden, hoor. Je hoeft hem niet de muur in te rijden. Nou, ik nam hem even over, maar het ging een beetje te hard. Ja, precies. Ja, ik had eigenlijk langere zinnen verwacht. Ja. Oh. DJ Alvest! De DJ! Waar is hij? Ja, dat wilde ik hem gelijk als eerst volgende vragen. Moot juichen, moot bier. Ja, dankjewel Alvest. Maar hey, waar ben je, man? Je aartsrivaal Siddo is er niet eens. Hij durfde niet. Ik heb je dek ingehaald, Alf. Hebben die een fitty? Alf is een Siddo. Ja, dat stemt van Oostenrijk nog. Ja, daar was ik niet bij. Nou, dat was ook ging behoorlijk heftig. Kan je even niet sturen die berichten de hele tijd, want dat leidt nogal af. Zie je in één keer iets wits recht links van de rug verschijnen? Ja, sorry Blast, ik nam de bocht voor helemaal verkeerd. Oh. Dankjewel man. Ja, fucking. Ik denk hij dat we keurig te lang. Wachten en hij denkt, waar blijft hij nou? Ja. 49 maanden al af, damn. Alleen de eerste bocht eigenlijk, als je die toevallig goed neemt. Wat dan toevallig? Nee, maar ik zit met schade dus daar. Af en toe ook de timing niet helemaal klopt in deze. Wie zit er nu achter mij? Is dit om positie of niet? Nee. Oh, oké. Pak maar de binnenwand. Oh man, ik krijg weer mijn neus aan de tering. Het gebeurde mij net bijna ook in die bocht. Sorry Matthijs, ik had het even niet door. Mag je. Godverdomme. Ah. Focus een beetje begint. Nou, ik ben er klaar mee. Langs de race van het seizoen ook zo te zien. Het
dat over het uur. Precies, we rijden weer 100 af van ritplaag. Als we allemaal rustig aan doen, dan heeft Matthijs ons allemaal gelept. Ja, stop. Scheelt weer een rondje. Zo, dit zijn toch hele vette rondes? Nou, ik vind het nou wel langig duren. Nee, ik vind het echt super vet. Meer bang om fouten maken. Ja, dat is toch part of the thrill? Ja. Ik wil nu het podium binnenhalen. Tijd is weten onder mijn armen. Ja, als ik niet die fucking kut shit op het begin had gehad, dan had ik ook podium kunnen halen, man. Ja, ik denk, hoop dat ik, ik ging natuurlijk zo achterlijk vroeg stoppen. Ik denk dat ik het daar gepakt heb. Ik heb gewoon de helft van de race met een beschadigde auto gereden. Ja, ik ook. Thanks, Blast. En toen kreeg ik nog 4 seconden straf ook. Gasten die midden op de baan stilstaan. Er rijdt iemand heel langzaam voor me. Dikke Daisy. Wel dat de auto snel schade afloopt. Als je maar een tikje geeft, dan is het al een wiel kapot. Dankjewel. Maar reed jij op mediums, Koos? Ja. Je eerste stint. Ja, nee, soft. Ik was vergeten dus mijn banden te wisselen. Dus mijn strategie ging ook gelijk het raam uit. Ik ben een naam net hoor. Ja, ik was even een beetje de focus kwijt. Dat is veel te veel. Oh, hier is een top auto. Ja, ik was wel blij dat ik op soft begon, want anders had je nog veel langer met die schade moeten. Nee, ja, uiteindelijk is dat wel mazzel, ja, maar ik had in principe dezelfde strategie als Matthijs nu. Even iets te gek die curb gepakt. Fucking hell, laatste ronde snooi of? Teringlij, hè? Ik moet nog brandstof sparen. Ik hoop het. Ik heb het ruim getankt, maar hij is harder gegaan dan ik verwacht had. Ik heb 0,2 over straks. Ik denk ook allemaal door. Ik heb nu nog 1,1, dus daar moet ik het in theorie mee redden. Nou, dan kan ik jou niet meer inhalen. Beetje short shiften. Ik kan toch ook gewoon even op 6 zetten? In het trage stuk verlies je ook niet zo veel tijd. Ja, dat deed ik dit voor gehoord. Dat het best bij Shopsit is. Nou, dankjewel Snow, joh. Vind ik tof bij je. Final lap. Het is niet meer licht geworden ook, hè? Nee, bij mij is het pikken donker, dus ik weet niet waarom het bij andere mensen al licht begint te worden. Bij mij ook. Ja, bij mij is het ook gewoon donker. Mij is gewoon het leek iets lichter te worden. Zet niet echt door, hoor. Nee, dat meer. Het is wel een stukje lichter, maar... Nee, bij mij totaal niet. Echt niks. Nee, het alleen maar op het achterzijde stuk. Matthijs is al bij de finish. Perfecte race hier, jongen. Kom. Lekker, hoor. Ja. Ik ben binnen. Als we het doen. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd, man. Hij heeft hem weer. Hij heeft hem weer. Hij was hem kwijt. Ook al met 3 laps. Maar ik moet het halen. Anders duw ik je even naar. Oh, hij rijdt best wel door, hoor, als hij leeg is. Nog maar 2.
Maar wel grappig, want jij... Die medium zou ik niet doen al zo vroeg. Dat zei je toch? Dat ik zei, nou dankjewel dat je het nu zegt als ik in de pitstraat zit. Mm-hmm. Maar achteraf nee, perfect. Ik had het over... Echt versleten zijn ze niet. Zijn medium zal naar binnen na 1500 of zo. Dus ik wist zo. Dat hij niet ging halen op stof naar de... Jee, podium. Dat is de snelste ronde. Dat snel? Matthijs volgens mij. Matthijs. Ja, Matthijs. Ja. Goed gedaan. 1,53. Ai, ai. Wat is up, Swiklon? Ajax, dankjewel voor die follow. Kijk eens, we hebben nog maar 10 follows, jongen. Nog 10 follows en we zitten op de 10.000. Ton, dankjewel voor die follow. Ja, ik slak als een malle, man. Dijknat gaan. Oei. Maar was mooi. Kunnen ze zo sappen te bijten, Thijs Kiks? Ja, lekker, man. Wel veel GTA Nismo's hier. Ja, veel. Hoeveel? Ja, lekker hé. En ik begon zo slecht, man. Ik stond 10e in de start.